Alright boys, welkom bij Sons of the Forest. En het eerste wat jullie natuurlijk zien is mijn gloednieuwe base. En hier heb ik de afgelopen tijd flink aan gewerkt. Zowel on-stream als off-stream. En hij is nog niet helemaal klaar. Maar ik wil jullie alsnog eventjes een tour geven. En we gaan waarschijnlijk in deze video gaan we het een beetje afmaken. Dus het eerste wat jullie waarschijnlijk opvalt is deze locatie. Ik heb gezien dat meerdere mensen op deze locatie gebouwd hebben. En ik denk dat iedereen een beetje dezelfde reden heeft. Het is gewoon zo'n mooi meertje dan met die waterval erachter. En die berg op de achtergrond ziet er sick uit. En de reden waarom ik op het water gebouwd heb, is omdat die kannibalen niet kunnen zwemmen. Dus op deze manier heb je eigenlijk een hele veilige locatie. De enige dingen die daar kunnen komen zijn van die baby's. Om een of andere reden kunnen die door het water heen zonder dood te gaan. Geen idee waarom. Maar ja, ik vind het op zich wel vet. Het is geen gigantisch grote beest. Het is vrij compact, maar je hebt ook niet heel veel aan een heel grote beest. Ik geef jullie eventjes een kleine tour. Trouwens, deze paal moet nog weg. Ik had die daar neergezet. Deze dingen trouwens allemaal. Ik heb dit hier allemaal liggen, gewoon puur omdat ik het over had. Dus ik heb het maar even gewoon ergens neergezet. Ook deze dingetjes. Normaal is het allemaal leeg. Ik zou het op zich leeg kunnen maken. Maar misschien dat ik dat hout later nog ergens voor wil gebruiken. Ik weet niet of ik het ergens voor kan gebruiken. Als iemand ideeën heeft, laat ze achter in de comments. Kijk, uiteindelijk wil ik ook sowieso nog in de verte een boom uitmaken. Ik zie nou deze kabelbaan. Ik wil eigenlijk daar in de verte ook een boom uit doen. En dan een kabelbaan met die boom uit naar deze base toe. Dus super nice zijn. Maar hierboven zie je dus mijn slaapkamertje. Hier kunnen we saven. En dan gaan we hier het balkon op. En dan zie je die kabelbaan hier naar beneden. Die wil ik ook nog verplaatsen. Dit had ik puur gedaan om hout op en neer te kunnen brengen. En ja, het is allemaal nog gewoon kaal. Er moeten nog dingen komen. Dat gaan we dus in deze video doen. Ik zat te denken aan hier misschien zo'n vogelnestje. En dan heb je nog zo'n water collector. Of rain collector, whatever het heet. Dat wil ik hier ook nog plaatsen. En we hebben ook nog zo'n droogrek nodig. Dus we hebben nog wel plannetjes. Maar dat is een beetje de afwerking. En wat ik trouwens deze episode ook wil gaan doen is, ik wil sowieso nog wel meer rondgelopen. Want er zijn ook wapens te vinden die wij niet hebben gevonden. En er zijn trouwens sowieso nieuwe locaties toegevoegd. Volgens mij een nieuwe grot met een nieuwe bos. En ik weet het allemaal niet precies. Ik weet eigenlijk niet of er een betere manier is voor een soort van open haard. Want nu heb ik dit. En dat gaat telkens weg. Dat brandt op en dan is het klaar. En ja, het voelt een beetje nutteloos. Dus als iemand een betere manier weet. Volgens mij zijn er geen open haarden of zo. Maar het zou op zich wel handig zijn. Maar we doen die visjes erop. Hoppatee. Dat erbij. En ondertussen wil ik er even drinken. Ik ben trouwens helemaal vergeten om mijn nieuwe kasten te laten zien. Dus ik heb drie verschillende kasten. Dit is meer met gewoon wapens. En dan hebben we er hier eentje. Dat is mijn secret stash. Dat is mijn voedsel. En als laatste hebben we er hier nog eentje met gewoon een beetje overtollig zooi. En ik vind het op zich wel nice gedaan. Ik weet alleen niet of die kannibalen dat eruit kunnen stelen. Nogmaals, ze kunnen als het goed is niet hier komen. Maar stel dat ze hier kunnen komen, kunnen ze dat stelen? Als iemand dat weet, laat achter in de comments. Anders dan zou ik in principe die kasten kunnen draaien en dan kan ik hier deurtjes in doen. Alleen, weet je wat het probleem is? Je kan een slot doen op deuren. Dat doe je met een stick. En die plaats je hier. Maar die zit dan aan de binnenkant. Dus ik kan hem van binnen op slot doen. Maar ja, daar heb ik niks aan. Snap je? Ik moet hem van de buitenkant op slot kunnen doen. Dus ik zou de deur kunnen draaien. Waarschijnlijk dat dat werkt, maar dat vind ik lelijk. Dus wederom, als iemand suggesties heeft, ideeën heeft, laat ze allemaal achter in de comments. Ik ga in ieder geval even snel eten. En dan gaan we zo meteen op pad. Want we hebben ook pillen nodig. Want ik heb nul healing. Ik heb het allemaal opgemaakt. Want tijdens het bouwen van deze base werd ik continu lastgevallen. Ik heb hier gigantisch veel enemies gehad. Vandaar dus dat al mijn ammo is opgegaan. En is wel eens beter geweest. Een beetje barre tijden. We gaan gewoon lekker eventjes op pad. En we moeten dus ook op zoek gaan naar heel veel sticks. We hebben heel veel sticks nodig. En ik realiseer me trouwens dat ik over die berg heen moet. Voor die nieuwe wapens. Want hier hebben we alles al gecheckt. Kijk, daar zijn nog steeds plekken die we niet hebben gehad. Ik had gezien dat je een revolver kan vinden. Nogmaals, ik heb geen idee waarom. Of waar. Maar ik weet dat je die wel kan vinden. Maar dan moeten we dus oversteken. Ik denk dat het beter is. Oh, pla! Pla! Als, nee, ik was een dertje aan de slaan. Kom hier. Ik denk dat het beter is om voorlopig eerst even hier gewoon wat sticks te verzamelen. Dat we hier onze base af kunnen maken met wat extra traps en zo. En dan pas gaan oversteken. Ik heb pijlen nodig. En snel. Daarvoor, oh, we hebben hier een kamp. Lol.
Daarvoor kunnen wij naar zo'n printer gaan. En dan kunnen wij gewoon onze eigen pijlen printen. Want ik heb heel veel inkt. Of inkt niet. Resin. Volgens mij hebben ze ook gefixt dat die koffers nou niet iedere keer opnieuw dicht gaan. Die blijven nou blijven open. Je kan zeggen wat je wil, maar mijn been ziet er wel cozy uit, of niet? Het is een beetje jammer dat hij nou zo kaal is. En dat komt omdat ik natuurlijk altijd hout nodig had. En ik had gigantisch veel hout nodig. Want deze... dit bouwwerk heeft een dubbele fundering. Want onder water bouwen is echt een hel. Op een gegeven moment zullen hier wel weer bomen teruggroeien als het goed is. Hoop ik. Maar dat moeten we dus nog zien. Maar dat zal waarschijnlijk meerdere seizoenen duren. En ik ben pas net klaar met dit. Ja, wat gaan we als eerste doen? We gaan waarschijnlijk als eerste een fish trap maken. En die moet natuurlijk in het water. Misschien dat we hem hier naast. Yes. Dan kan ik hier een keer makkelijk bij. We kunnen trouwens ook een turtle eten. Die komt letterlijk naar mij toe. Beetje raar, maar... Kom maar. Bla! Kan ik hem... Oh no. Ik kan hem niet pakken onder water. Are you kidding me? Ik heb zijn ding nodig om daar een raincatcher... Oh! Yes! Om daar een raincatcher van te maken. Ik weet niet of ik hem nou kan pakken. Want ik krijg alleen vlees. Dat is een goede vraag. I don't know. Hey, we gaan eerst even deze afmaken. Ik hoop dat dit hier werkt. En ik heb nog 5 sticks tekort. Dus ja, je hebt een hele hoop sticks nodig voor alles. Kijk, de raincatcher. Ik denk dat ik die dan hier ergens zou plaatsen gewoon. Misschien een beetje in het pad, maar... Kijk, dan zou ik die daar plaatsen. En het andere ding wat ik dus wilde hebben was... Even kijken. Ja, birdhouse. En die wilde ik dan hier ergens doen. Ik weet niet precies hoe hoog. Hij steekt wel behoorlijk ver uit, of niet? Ik zou misschien beter op een paal kunnen doen. Dat ik hier een paal doe en dan daarop. Ik weet niet of dat... Oh, hey. Nou, ze kijkt als ze is dood. No. We hebben het net erover gehad. Ze leefde dus nog wel. Alleen waarschijnlijk niet heel lang meer. Gewichtje! Oh, dude. Oké. Wat een... wat een chaos hier, oh. Ik hoop dat ze weg is gerend. Volgens mij wel. Ja, zij kunnen dus niet hierheen komen, zoals je kan zien. Dat is best wel chill. ze hebben elkaar gekild. Oh my god. Dat is perfect. Oké, weet je wat? Sterf. Dude, die dingen zijn zo naar. En die zijn ook sterk. Ze hebben gewoon elkaar gekild. Het kon letterlijk niet beter. En... Oh, zit die daar? Of is dat die chick? Nee, dat is dat monster. Volgens mij is zij weggerend. Is maar goed ook. Ik weet niet of zij dood gaat als ik haar niet res. Als ik daar te lang mee wacht. Dus, oh. Hey. Visjes. Nou, dit was een beetje onverwachts, maar... Oké. En over dat gesproken. We hebben natuurlijk die drying rack. Ik zal deze even gelijk even opensnijden. Maar dan kunnen we die vissen kunnen we eraan hangen. En dan gaan ze volgens mij langer mee. Dan gaat dat niet zo snel rotten. En waar ik die wilde plaatsen, dat was eigenlijk hier rechts. Dus ik kan gelijk dit afbreken. Want dit stond er toch maar gewoon voor de flauwekul. Puur als opslag. Ja, dit was het plan. Dus dan gaat dat kampvuurtje weg. Misschien dat ik dan hier doe. Dan zie je wel wat beter hoe het er eigenlijk uit gaat zien. Wat minder rommelig. Gewoon een mooie open ruimte. En I like it. We gaan weer even op pad voor wat sticks. En nogmaals, als iemand weet wat ik met al dit hout kan doen, laat achter in de comments. Ik zou je misschien een soort muurtje kunnen plaatsen. Misschien een brug hier. Oeh. Ja, hier een klein bruggetje. Dat is nog geen gek idee. En oh, ik heb geen speer. Kan ik dit doen met een... Dat kan gewoon met een axe. Yo, misschien is dat nog veel makkelijker. Om vissen met een axe. Kijk hoeveel vissen er hier nou ineens zijn, man. Damn. Oh, je kan niets meer meenemen. Weet je wat? Eten dan. Eten. Bijt gewoon zijn kop eraf. Njam, njam, njam. Ik zou in principe gewoon bosjes kunnen kappen. Daar krijg je wel sticks van. Maar ik wil dat niet doen. Want ik wil hebben dat het allemaal dichtgroeit. Dus ik pak gewoon even alles op wat we kunnen vinden. En ik heb er maar 9 nodig voor die drying rack. Dus dat valt reuze mee. Ik hoop echt dat ze binnenkort een optie doen. Dat je een soort van backpack kan maken. Of in ieder geval gewoon extra spullen mee kan nemen. Want dat is iets wat ik echt nodig heb. En ze zijn weer terug hoor. Ja. Ja, ik wil eigenlijk niet schieten met kogels. Dat voelt zo naar.
Ik heb volgens mij trouwens mijn boog nog, al zijn die pijlen ook bijna op, maar... Even kijken. Oh. Blef. Oeh, dat was een knijtermooie headshot. Zo, hé. Jongens, clean. Alright, het eerste wat we dus gaan doen is waarschijnlijk even die drying rack. Al is deze ook bijna klaar, toch? We gaan het zien. We hebben er 5 nodig. Ik weet niet of ik het allebei nou kan doen. Volgens mij wel. Deels 9 en dan hou ik er nog 6 over. Kijk. En wat we eraan aan gaan hangen zijn onze visies. Kijk eens aan. En als ik het aansteek, gaat dat sneller? Het zal wel grappig zijn, maar ik geloof niet dat dit gaat werken. Maar hey, wie weet. En dan kunnen we dus gelijk dit afmaken. Ik kan me herinneren dat in het begin dat dit ding voor geen meter werkt. Dus hopelijk nu wel. Alright, we mogen dus weer op pad. Ik zal een hele hoop sticks nodig hebben boven. Een hele hoop. Weet je waar we zo meteen nog naar terug moeten gaan? Naar die helikopter die we eerder hebben gevonden. Want ik had een keer in de comments gelezen dat daar een silencer moet liggen. En die heb ik niet gevonden de laatste keer dat we er waren. Dus daar moeten we nog even heen. Is dat trouwens ook een mooie plek om te bouwen? Niet zo mooi als die plek van... Wait, is dit die plek van de helikopter? Dit is die plek van de helikopter. Ik dacht dat het letterlijk rechts van mij was. Verder rechts. Ik dacht dat dit meer aan de andere kant van mijn base zat. Maar het zit deze kant. Confusing. Alright, we hebben in ieder geval wat sticks. Kijk. Oeh, allemaal sticks. Kijk dan, alsof ze hier een spoor hebben gelegd. Ah, ik ben er alsnog voorbij gelopen. Maar hier is inderdaad die helikopter. En waar zou dan die silencer moeten zijn? Ik geloof niet in een van deze kisten. Ik zou zeggen een zwarte kist. Oh, daar heb je een zwarte kist. Maar de laatste keer dat ik die opende, toen zat er ja, gewoon een C4 in. Oh, hier nog eentje. En een granaat. Ja, ik weet niet of dat dus waar is. Nogmaals, als iemand het weet, laat achter in de comments. Moet hier een silencer in liggen, ja of nee? Want ik zie niks liggen. Hey, what's up, buddy? Kijk, misschien dat het een soort van RNG is. Dat je nooit weet wat er in die zwarte kisten zou zitten. Al denk ik niet dat het zo werkt. Al zou het wel vet zijn. Maar ik denk niet dat dat is hoe deze game in elkaar zit. Wel een beetje jammer. Want op die manier hou je het toch random. Want mensen zijn snel geneigd om dingen op te zoeken. En daar ben ik zelf niet zo'n grote fan van. Ik denk dat het ook tijd is om onze tent af te breken, of niet? Of zal die misschien zijn voor Kevin? Ik weet niet of Kevin moet slapen. Volgens mij slaapt hij nooit in die tent. Dus weet je wat? Hij moet maar gewoon ergens op de grond gaan liggen. En ik heb momenteel 20 sticks. Ik kan er niet meer meenemen. Maar we gaan eens even kijken hoeveel we dus nodig hebben voor dat vogelhuisje. Ik ben ook wel benieuwd in hoeverre dat echt gaat werken. Ik heb voldoende. Hey. Ik heb geen idee wat ik hiermee moet doen. Misschien dat ik daar veren kan krijgen. Waarschijnlijk is het dat. Het is gewoon een manier om veren te krijgen. Zodat je pijlen kan blijven maken. Misschien kan ik ook crossbow arrows maken. Dat heb ik eigenlijk nooit geprobeerd. Ik heb alleen die gewone arrows. Ja, dat is geen gek idee. Wacht. Ah, alleen stone arrows. En die werkt alleen voor mijn shitty boog. Het wordt inmiddels wat donker. Een beetje donker en mistig. Er een beetje naar uit. Ik denk dat wij gewoon gaan lopen. Ik denk dat wij die berg gaan oversteken. En ja, dan komen we hier later wel weer terug. Ik ben gewoon benieuwd voor die revolver. Of we die kunnen vinden. Dat is een beetje mijn doel voor vandaag. En ondertussen neem ik gewoon sticks mee. We hebben er nou iets van 10 nodig. We kunnen er 20 meenemen, dus dat is voldoende. En als we dan nog terug kunnen komen vandaag, dan maken we dat wel af. Het zal wel weer een flinke wereldreis worden, dit. We deel die berg over. Ik weet niet of ik mijn... Ik heb nog mijn winterjas aan. Ja, die houden we nog even aan. Hier kun je ook ergens een glider vinden. Die zou ook nice zijn. Die wil ik eigenlijk ook wel hebben. Oh, hier hebben we nog een kamp. Ik denk dat ik er even een boog omheen lopen, als je het niet erg vindt. Bam, 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 bam. Bam, bada. Ik loop gewoon recht omhoog, alsof het niks is. Ik weet nog steeds niet waar die glider precies zal zijn. Maar ik denk meer hier rechts. Want volgens mij zijn we nog nooit zo ver rechts geweest. Oh, no. Oh, no. Het wordt donker, jongen. Ja, ik ga hier even ergens mijn tentje opzetten. Als dat kan, tenminste. Is hij nou niet echt vlak? Ik ga toch proberen. Het is zondag. Het ziet er gaaf uit. Het ziet er heel gaaf uit. Maar ik heb in ieder geval... Ja, ik kan hem hier neerzetten. Mooi. Ik heb wat spullen bij. Nou, we snel eventjes overnachten. Dan kunnen we daar ook weer verder. The next day. We zijn weer helemaal op het toppie. En dat is waar we vandaan komen. En we moeten nou dus die kant op. Nou is de vraag... Ga ik naar links of ga ik naar rechts?
Ik zou willen zeggen dat we de laatste keer rechts zijn geweest. Dus nu gaan we naar links. En oh, we gaan lekker snel met onze slee. Ik had gehoord dat je dood kan gaan met dit ding. Dus je moet een beetje oppassen. Maar ik ga ervan uit dat dat niet gaat gebeuren. Alright, kijk eens aan. Ik moet zo meteen even eten. Oh god. Ik beland ook in de zee, man. Helemaal een probleem. Want daar zijn die haaien. We hebben nog niet geprobeerd om een haai te killen. Misschien hebben we dat een keer moeten doen. Het zou ook wel vet zijn als je daar dan een soort van trofee voor krijgt. Als in iets wat je zou kunnen ophangen in je base. Gewoon zo'n haaienkop of zo. Ik ga er niet vanuit dat het in de game zit hoor. Maar dat zou wel vet zijn als ze zoiets adden. Dat zijn toch weer van die kleine ideetjes die wel tof zijn. Oh boy. Kijk eens aan, boys. We zijn beneden. Het grote probleem gaat zijn als ik weer terug moet. Dat wordt echt een flinke loop. Daar kijk ik nou al tegenop. Maar ja. Het begint er ook behoorlijk te vriezen. Wait. Was de winter niet letterlijk voorbij? Het was zomer. Hoe is hier nog steeds sneeuw? Oh, oh mijn god. We kunnen... Oh. We kunnen nog verder omlaag. There's no way dat ik dit overleef. Als ik hier naar beneden ga, dan val ik dood. Hey, ik kan hier verder omlaag. Ja, 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 ja. Met onze slee. Ik moet echt even gaan saven zo meteen. Want als ik nou doodval, dan is het te laat. Ik kan niet verder. Oh, op het water, op het water. Yes! Woo! Ah, kom maar. Terug op het water. Yes! Dit werkt niet echt heel lekker, maar... soort van. Ja, ik kan niet zeggen dat we hier eerder geweest zijn. Het komt me niet bekend voor. Ik bedoel, dit zou misschien die plek kunnen zijn van een vliegtuig destijds. Dat was ook zo open en leeg. En... we moeten hier zijn. Misschien moeten we graven. Stiekem hoop ik dat het is. Ja. Ik denk dat we hier moeten graven. Want hier heb je inderdaad weer die... die dingen. Alright. Oh, ja, er zit een lekker schep bij. Oh, een nieuwe ontdekking, boys. Ja, 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 ja. Daar ben ik wel voor in. Altijd leuk. Wait, is hier überhaupt een like? Misschien hebben we gewoon iets opgraven. Dat kan ook natuurlijk. Ik denk dat hier een like is. Stel je voor dat hier daar ineens een mine ligt. En dan flink, boom. Maar ik zie het al, dit is een like. Dude, hoe hebben we dit dan niet eerder gezien? Oh, wow, 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 wow. Daar komen ze aan. Ik kan nooit genoeg, snel genoeg... graven, denk ik. Come on! We mogen maar niet aanvallen. Weet je wat ik doe? Ik pak even een snackie. Want volgens mij regen ik dan. Nee. Volgens mij werkt het alleen met vers eten. Dus vissen, vlees. Volgens mij als je dat pakt, dan regenerate je. Want ik heb het wel een paar keer gehad nou. Maar het is een beetje lastig om te zien waar het precies op gebaseerd is. Maar ik denk dat dat het is. En... oh, no, 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 no! Ga weg, jij! Oh, oh, dude, no. No, 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 ik ga niet dood. Ik ga niet dood, ik ga niet dood. Ik ben veel te jong om te sterven. Blah! Dat zal hem leren. Met zijn tassie. Zal ik ze allemaal gelijk afschieten? Waarschijnlijk wel, want dan klapt hij met mijn nek. En dan is het klaar. Kom uit die... bam! Hij leeft nog. We hebben het overleefd. Nou, niet meer. Ja, dan komen er nog meer. Godsam. Waarschijnlijk dat ze ook op geluid afkomen. Dat was niet mis. Hell no. Oh, is dat... oh, ik had de koffers waren, man. What's up, buddy? Ik heb voor jou iets anders. Bla! Ik had gehoord dat ze die... oh, shotgun zwakker hebben gemaakt. Hello. Staat dat ingewanden? Damn. Oh, tassie. Nog één. Hoeveel zijn er hier? Nou hoop ik wel dat we echt iets gaan vinden die Ik schoot zijn hoofd eraf. Nou hoop ik wel dat we iets gaan vinden hier ondergronds. Want anders dan zou het wel heel naar zijn. Al mijn ammo opgeschoten. Voor niks. Ja, weer rustig verder graven. Goed rond blijven kijken. Volgens mij is er iemand boos. Pas op, hè. Denk eraan, jongen. Denk eraan, hè. Denk eraan, hè. Dat dacht ik.
Alright, als het goed is kan hij open. Hij kan open. Wat? Oh, wat gaan wij vinden, jongens? Wat denken jullie? Ik heb oprecht geen idee. Het kan van alles zijn. Maintenance C. Wait, daar moet er nog één meer zijn, want we hebben alleen E gevonden. Maintenance E. Want die andere bunkers die we hebben gezien waren volgens mij geen maintenance. Misschien wel, I don't know. Maar ja. Wat, oh wat, hebben we hier? Als eerste hebben wij... Nou, dat werkt ook. Ik wou eigenlijk een zaklamp pakken, maar fijn. We hebben een aansteker. Ik ben bang dat die weer baby's zullen zijn. Weet je wat, ik pak gewoon een zaklamp. Ik pak een zaklamp en... Nee, ik hou die axe. Ik kan een katana pakken, maar deze axe is eigenlijk wel beter. Oh. Het is een beetje een lege kamer hier. Hallo. Oh. Wat is de kans dat hier die revolver is? Oh my god. Oké. Wat voor ammo moet hierin? Dat is zo random dat hier die revolver ligt. Ik weet niet waarom. Ik was overtuigd dat het gewoon zo'n random encounter zou zijn. Gewoon zo'n random kampje, weet je wel. Maar... Voor de rest lijkt hij niet heel veel te zijn. Ik moet op de muren letten trouwens. Oh, ik kan die meenemen. Maar deze kisten. We hebben zo'n paper target. Ik heb die dingen nooit gebruikt. Ik weet niet of het ergens goed voor is. Ik kan niet meer resin meenemen. Nog een kistie. En daar zat ook niet heel veel in. Maar hey, we hebben wel de revolver gevonden. Dat was eigenlijk ook mijn doel. Ik zou eerlijk zijn, ik ging er niet vanuit dat we dat zouden vinden. In ieder geval niet in deze video. We gaan het wel testen. Al weet ik nog steeds niet wat voor ammo er precies ingaat. Nou ben ik wel benieuwd of er dan nog een bunker moet zijn. Want ik kan me alleen maintenance A en C nou herinneren. Oh. Stond daar net... Stond daar niet overeind? Wat? Are you good? Hallo? Ik heb geen idee waar ik nou eigenlijk heen aan het lopen ben. Maar ik blijf maar gewoon vooruit lopen. Ik ga misschien even richting het strand. En ik wil zo meteen ook even testen hoe sterk deze gun nou precies is. Oh, er is nog iets. Ik denk dat die plek die we op de telefoon zien, dat letterlijk die eindlocatie is geweest. Gok ik. Want dat was wel aan het strand. Dus dat zou daar kunnen zijn geweest. Ik kan me niet meer herinneren of we daar kunnen slapen. En ik weet ook niet of ik daar überhaupt nog naar binnen kan, want we hebben ze veranderd. Waarom kun je daar niet meer naar binnen met een keycard? Wat wij voorheen wel konden. Nou moet je ergens eerst een knop omzetten en dan pas gaat daar een deur open ofzo. Ik weet niet precies. Wow. Is dit een hut? Dit is een barn. Oh mijn god, dit is nieuw. Of in ieder geval, voor mij is dit nieuw. Ik heb dit nog nooit gezien. What? Oh my god, dat is vet, man. We hadden geen crossbow arrows meer. Ja, ik wil dit soort dingen meer zien. Dit soort dingen vind ik echt super gaaf. Gewoon van die rare hutjes en zo ontdekken. Helaas dat we hier niks kunnen openen. Oh, ga weg jij. Ik wil zometeen mijn gun testen, dus denk eraan. Is hier nog meer? Ja, niet op die sofa zitten. Dat lijkt verder rest ook behoorlijk geroofd allemaal. Dude, waarom kan ik die Riek niet meenemen? Gemiste kans. Ja, ik heb zo het idee dat echt alles leeg is. Oh, niks gezegd. Ik ben wel happy met die arrows. Maar ja, dat is alles. Zonde. Dit zou wel een vette plek zijn. Om gewoon speciale loot te verstoppen. Volgens mij moet dit ding open zijn. Er liggen allemaal schedels in. Maar ik kan er niet in kijken. Interesting. Nou ben ik echt benieuwd of dit toch die eindlocatie is geweest. Want we zijn nooit zo ver doorgelopen. Want we kwamen van de andere kant af. En ja, ik zie letterlijk het huisje op de map. Dus dat is... Ja, dat is de eindlocatie. Alright, boys. We gaan nog even snel onze revolver testen. En dan hou ik het ervoor gezien. Maar ik ben dus benieuwd hoe sterk deze is. Dus ik moet eigenlijk geen headshot schieten. Want met een gewone pistool kun je ook one-tappen als je headshot schiet. Oh, shit. Kijk. Jullie komen allemaal aan de beurt. Hij lijkt... Oh,
Shit! Kozerai lijkt sterker, maar... I don't know. Ik heb mijn twijfels. Oh, reloaden. Oeh, nice. Stef! Komt er iemand aan? Wat doe jij hier? Ik heb daar geen tijd voor, een konijntje. Jezus. Ja, ik weet niet of deze sterker is. Als iemand dat weet, ben ik wel benieuwd. Maar ik denk dat het niet heel veel uitmaakt met die gewone pistool. Eerlijk gezegd. Bla! Ik schop. Ik heb geen ammo meer. Ik schop mis. Kunnen wij hier verder rest nog wat loot vinden? Het lijkt hier aardig leeg. Ja, dit was mijn ammo niet waardig. Dit had ik niet moeten doen. Ik loop nog even snel die kant op. Daar hebben we volgens mij nog een tentje staan. En dan save ik hem weer. Maar ja, in de volgende episode zullen we waarschijnlijk een beetje op deze plek nog rond blijven hangen. Kijken of we nog wat nieuwe dingen kunnen vinden. Want ik weet niet of er meer nieuwe guns zijn. Ik wist dat deze revolver er nog was. Maar naast dit... Geen idee. Je hebt die glider. Maar voor de rest? I don't know. Dus als iemand wat weet, laat achter in de comments. Hier was hem dan. We gaan hier stoppen. En dit is trouwens precies dezelfde plek waar we de laatste keer geëindigd zijn. Toen met de vorige episode. Dus dat is zo grapig. Maar vond je het een leuke video? Laat zo een likeje achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. Check een van deze twee video's. En hopelijk tot al snel. Houdoe.